Ja. Thomas, wat ik heel erg graag terugkijk, en niet lineair, in mijn bed, is Videoland, The Bachelor. Oh ja. En jij bent natuurlijk de bachelor van dit seizoen. Ik zie allemaal meisjes om me heen zo knikken van, oh ja, dat is hem. Maar Thomas, heel even, ik was te gast, ik zal ook even eerlijk zijn tegen je. Ik was te gast bij Jinek vorige week en toen heb ik het over jou gehad. Ik hoorde iets over een broodje kaas of zo. Nee! Nou ja, ik wil het even uitleggen. Ik was de gast. Ja, leg het uit. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, maar ik wil even heel eerlijk zijn. Ik was de gast bij Eva en ik mocht zelf een onderwerp aandragen. Nou, ik zit helemaal in de Bachelor. Ja, leuk. Maar ik zit in twee Bachelors. Ik zit in de Vlaamse editie te kijken en ik zit naar de Nederlandse te kijken. En het contrast tussen jou en de Vlaamse Bachelor is, op zijn zachtst gezegd, gigantisch. Ja, op zijn zachtst gezegd. Jij bent een hele brave bachelor. Ja. Bijna tegen het saaie af. Als je Nee, braaf is goed, braaf is goed. Want, en dan die Vlaamse jongen die doet gewoon eigenlijk alles. Ja. Hè? Het is al, als je de Bachelor gewoon aan zich bekijkt, is het een gek programma. Want je hebt 10 meisjes die staan met een hoop van naar jou te kijken om een roosje te krijgen. Ja, dat is heel bijzonder. Maar dat ik jou saai noem, is dat een belediging of zie je het als een compliment? Nee, ja, ik wil gewoon zo respectvol met al die dames omgaan. Zij zijn het allemaal niet gewend, die camera's en toestanden. En ze weten ook niet wat er overkomt, weet je. Ze liggen opeens onder vergrootglas. En ja, en ik wil ze dan zo goed mogelijk opvangen. Dus ik wil ze gewoon in een waarde laten, weet je. Je wilt ze niet kwetsen op tv. Dus ja, ik ging daar gewoon heel veel gevoelig mee om. Ja, en sommige mensen vinden het een beetje saai, maar ik denk dat ik het gewoon zo netjes mogelijk super mooi dat je dat hebt gedaan. Met deze uitleg is dat dus een heel groot compliment, Thomas. Ook in deze tijd. Ja, maar je moet nagaan, die meiden, die geven zich op met het idee dat ze mij leuk vinden, terwijl ze me helemaal niet kennen. Dus je moet ze ook de kans geven om elkaar te leren kennen. En ze reizen helemaal naar Mexico toe. Geen idee wat ze te wachten staat. Ja, en dan zou ik daar een beetje met hun gevoelens aan de loop gaan. Ja, dat vind ik wel. Ja. Nu voel ik me helemaal slecht. Weet je? Oh, je bent Maar ik heb nog wel veel meiden gesproken en ze hebben allemaal echt een toffe ervaringen over. Kan ook niet anders, want je was ook heel lief voor ze. Maar je hebt uiteindelijk nu ook gekozen. Ik wil nog eigenlijk geen spoiler weggeven. Maar ze hebben natuurlijk gisteren was Koningsdag, dus heel veel mensen hebben het niet gezien. Maar je hebt gekozen, zal ik het zeggen of niet? Merel is de gelukkige. Merel is het geworden. Ja. Ben je verliefd? Heb je nog steeds met Merel? Ja, dan gaan we volgende week zien bij de reunie natuurlijk. Ik dacht, ik probeer het nog even. Dan wordt Violand heel boos als ik dat ga zeggen. Ja. Volgende week, dan zien we dat of jij inderdaad verliefd bent. Ik hoop het heel erg. Dank jullie wel, mannen. Want vanaf zaterdag is De Kluis om 5:00 te zien op het YouTube-kanaal van Stuk TV. Yes. Nogmaals bedankt. Dank je wel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.